zien wat er staat. Ja. Jazeker, dit is Sint-Pieter. Sint-Pieter is een meneer. Een meneer die heel oud is. Die die heeft nu een groot paard. En hij heeft een hulpje en dat is Zwarte Piet. Maar als je die Sint-Pieter zo bekijkt, dat is toch eigenlijk gewoon Sinterklaas? Ja. Sinterklaas is eigenlijk hetzelfde als Sint-Pieter, maar alleen Sint-Pieter komt alleen in grauw. En hij is... Maar ja, waarom komt Sinterklaas dan niet in grauw? Hij komt hier niet, omdat hij een keer, hoe heet het? Sinterklaas is hem een keer vergeten. En dan komt... En Sinterklaas vergeet hem elk jaar weer. En dan komt Sint-Pieter in februari. Volgens de mythe is inderdaad Sinterklaas het Friese plaatsje vergeten. Daarom kwam Sint-Pieter in februari terug om de kinderen alsnog cadeautjes te geven. Maar het feest heeft een hele andere reden. Vroeger werden in Friesland de meifeesten gehouden. En dit waren heidense feesten. Later werden deze feesten vervangen door christelijke feesten. Hierdoor werd het meifeest het feest van Sint-Pieter. Nergens meer in Friesland worden deze feesten gehouden, behalve in Gouw. En het vermoeden bestaat dat het feest alleen hier nog wordt gehouden, omdat Sint-Pieter de beschermheilige van het dorp is. Het schoentje, dat zet je dan ergens neer waar je het wil. En dan ga je een liedje zingen. Een liedje? O, staat de Zwarte Piet, wat ben je dan van Dries? Waar ga je dan die Piet? O, staat de Zwarte Piet, staat de Zwarte Piet. Op. Op zoute zwarte biet.